weekoverzicht van 10 tot en met 14 juni. Ruim 10 jaar lang is Laura Alderwege-Blom actief bezig met het opvangen van konijnen. De toekomst is echter onzeker. Door teruglopende donaties dreigt ze haar konijnenopvang te moeten sluiten. Hoe is de opvang begonnen en hoe gaat het verder? Konijnenopvang Jamie's houdt in dat wij konijnen opvangen die dus bij mensen niet meer gewend zijn of die gedumpt zijn en weer gevonden worden of op welke manier dan ook bij ons terechtkomen. Wij zoeken daar weer nieuwe baasjes voor. Wij hebben, als alles echt vol zit, op dit moment gemiddeld, het varieert een beetje hè, of ze alleen zitten of met z'n twee zijn, ja, 30, 35 konijntjes in de opvang. Doordat ik jaren geleden 3 konijntjes uit de dierenwinkel heb meegenomen. Die hadden erg veel mijt. En die zouden afgemaakt worden. Dat vond ik eigenlijk niet nodig. Dus ik heb ze behandeld. Toen hadden wij dus die 3 konijntjes. En als mensen dat eenmaal doorkrijgen, dan krijg je ze wel weer aangeboden. Want die buurvrouw die heeft nog wel een konijn daar, waar ze vanaf wil. Nou, tot ik er 12 had. En toen zei mijn man van, nou, misschien moet je hier iets mee. En nou ja, toen zijn we de konijnenopvang begonnen. De toekomst van de konijnenopvang is heel erg onzeker op dit moment. Toen wij een jaartje gingen sluiten vanwege mijn zwangerschap, zijn natuurlijk de donateurs ook eventjes, hebben zich teruggetrokken. Helaas zijn de meesten niet teruggekomen. Dus we hebben qua financieel inkomen hebben we eigenlijk nou ja, ernstig tekort. Doneren kan dus middels geld, maar kan dus ook middels spullen hè, natuurlijk. Zaagsel, stro, dat soort dingen. En, maar ja, geld blijft natuurlijk de belangrijkste hè, om dit draaiende te houden. En als dat er niet is, dan vrees ik dat wij ja, na de zomer, hè, als dat niet verbetert, toch de deuren dicht moeten gaan doen. Ik doe dit niet alleen. Nee, we hebben vrijwilligers. Ook daar kunnen we er meer van gebruiken. Want onlangs is er weer eentje gestopt vanwege zijn studie. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is en wat we zeer ook, zeker ook stimuleren. Want dat gaat wel voor. He, want mensen doen dit toch hobbymatig. De basisverzorging is natuurlijk het verschonen van de hokken. Ze moeten vers hooi elke dag, vers water elke dag. Gewoon hun natje en hun droogje. Maar ja, afhankelijk van hoe vuil het konijn zelf is, moet je toch wel 1 of 2 keer per week het hok echt heel goed uitmesten. En dan krijg je de nageltjes knippen. Als ze ziek zijn natuurlijk medicatie toedienen. Dus ja, daar komt een heleboel bij kijken. Als iemand een konijntje wil adopteren, zo noemen wij dat, dan sturen ze in de regel een mailtje of geven een belletje. Dan willen wij eerst weten of de woonruimte van het konijntje op orde is. Konijntjes die hebben ruimte nodig. Ik bedoel, de tijd van een konijntje achter in de tuin in een piepklein hokje is echt al lang voorbij. Konijntjes die willen bewegen, die willen een vriendje, want het zijn van nature groepsdieren. Dus een konijntje alleen, dat is gewoon geen optie. Daar moeten mensen ook echt foto's van laten zien van in hun tuin. Dus niet foto van ik ga dit kopen van hun website, maar van in hun tuin. Als dat helemaal in orde is, dan maken we een afspraak. En dan komen ze hier, hetzij met het ene konijn wat ze al hebben waar een vriendje bij moet, of zonder konijntjes. En dan gaan we kijken ja, wat bij hun past, hè, wat geschikt is. En nou ja, dan gaan we de konijntjes zeg maar uitplaatsen, zoals wij dat noemen. We weten niet hoe oud Ossie is. Ossie is gevonden in Osdorp, vandaar zijn naam. Dus we hebben geen idee. We denken dat hij iets ouder is hoor. Dus een konijn kan zo tussen de 10 en 12 jaar oud worden. En hij zal nog geen 10 zijn, maar ik denk dat hij de 5 wel gepasseerd is. Maar goed, dat is echt een schatting. Een konijn is leuk als huisdier, omdat als je daar gewoon veel tijd en energie in steekt, je daar gewoon een heel leuk contact mee op kan bouwen. Het zijn ontzettende slimme beestjes. Heel vrolijk, altijd lekker bezig. Dus ja. En ik ben ermee opgegroeid, dus ik weet ook eigenlijk niet beter. Ik vind het heel erg leuk. Hugo heeft al een nieuw baasje. Wilt u ook een konijn? Of wilt u de opvang helpen? Kijk op de website konijnenopvangjamies.nl. In het bedrijfspand van constructiebedrijf Broeks aan de Hilversweg brak vrijdagavond rond 6:30 een brand uit. De brandweer had de uitslaande brand vrij snel onder controle. Uit het pand kwamen dikke rookwolken. Buurtbewoners vertelden dat ze geen vlam hebben gezien, maar wel veel rook. Zaterdag 8 juni was er in Café Dudok het eerste repaircafé. Hier kun je bijvoorbeeld je kapotte koffiezetmachine of een scheur in je broek laten repareren. Dingen waar bijna niets mis mee is en na een kleine reparatie weer prima te gebruiken zijn. En wat is er dan kapot? De rits. De rits? Ja. Heeft u een nieuwe rits bij u? Nee. Mensen komen met kapotte spulletjes. Zoals je ziet, we zien hier kapotte computers, kapotte waterkokers. Ik zag er net een kapotte stofzuiger binnenkomen. We hebben een heel team professionele naaisters die broeken repareren, die rokken repareren. Kleine herstelwerkzaamheden, geen grote verbouwingen. Mag ik ook even vragen, wat is er aan de hand? Kan mevrouw het beste vertellen? Want, nou, er staan een aantal icoontjes. Dan lijkt het alsof het geïnstalleerd is, maar dan probeer ik het te openen en dan zeggen ze dat er geen aansluiting is. Krijg ik op mijn scherm. Dus misschien kan deze meneer eruit komen om dat goed aan te sluiten. Het is iets begonnen wat vanuit de samenleving is opgestart. En nu als een olievlek eigenlijk de hele wereld over gaat. Repaircafé is nu net een uur open en we hebben inmiddels al 35 apparaten weer een tweede leven gegeven. Een horloge, een klokje, van alles. In het Repaircafé waren er ook mensen van Let's. Zij helpen volgens het principe hoort wat. Een soort ruilhandel, maar dan met knikkers. Ruilen met je, eigenlijk met je kennis. En je kennisdeskundigheid om dat met elkaar te delen. Nou mevrouw, u bent er maar mooi druk mee, hè? Ja. Wat gaat u doen? Ik ben een rokje aan het omzomen. We leven in een wegwerpmaatschappij, dus de mensen gooien al gauw iets weg. En dankzij dit Repaircafé hoeft het niet meer. Mede-organisator Hilversum Verbonden is een initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Wij zoeken naar initiatieven die we kunnen ondersteunen en opzetten. En ja, we kwamen het Repaircafé tegen dat het in Bussum georganiseerd werd. En dat vonden we zo'n goed idee. En ja, dan ga je informeren. En dan kom je andere mensen tegen en dan ga je dat samen opzetten. Zo komen we Versa, Let's en Hilversum Verbonden die dit samen organiseren. Het volgende Repaircafé is op 22 juni in wijkcentrum Nova Zembla. Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Ga dan naar www.repaircafé.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Hilversum Verbonden of bij Let's. Wat is er gaande bij de Hilversumse brandweerkazerne? Groot alarm. Nee, ze worden alweer teruggeroepen. Het verhaal van een gerenoveerd topmodel. We hebben de auto in 2010 weten terug te halen uit het brandweermuseum in Hellevoetsluis. We hebben hem helemaal gerestaureerd in de afgelopen 3 jaar. En hij is recentelijk bij het RDW geweest. Is hij helemaal gekeurd, remmetest gedaan, het chassis is helemaal beoordeeld, de verlichting gecontroleerd en eigenlijk alles met positief resultaat. De remmetest, dat was toch wel een heel belangrijk iets. Die moest echt goed zijn voordat hij de weg op mocht. Dit voertuig is inderdaad geassembleerd door Ford Amsterdam en daarna opgebouwd bij de firma Geesink in Weesp. Maakte toen de tijd nog brandweerwagens, tegenwoordig alleen huisvuilwagens. Bijzondere aan dit voertuig is, de ladder is ouder dan het voertuig zelf. Die is van een ander voertuig afgehaald en eigenlijk dus op dit chassis geplaatst. Nou, wat we aan het voertuig moeten hebben restaureren is onder andere de motor. Die heeft een hele tijd stilgestaan. Die zat eigenlijk een klein beetje vast en die hebben we dus helemaal uit elkaar laten halen. Onder andere spartborden, die zijn nu hier mooi rood. Toen wij het voertuig kregen in 2010, toen waren die zwart. En eigenlijk, origineel waren ze rood. Dus onder andere dat soort dingen hebben we ook willen aanpassen en dat hebben we ook gedaan ook. Als je deze ladderwagen in gebruik wil nemen, dan moet je hem inderdaad altijd stabiliseren. Want als je hem gaat draaien, dan heb je namelijk kans dat er door de gewichtsverdeling, dat hij toch een kantelneiging hebt. En daar zijn die uitstelpoten voor. En onder andere ook zit er een asvergrendeling op. De as wordt stijf gemaakt, zodat hij ook niet kan inveren. Het ladderwerk hebben wij niet zo gek veel gedaan. Dat is een project wat wij wat later willen oppakken. In eerste instantie ging het om het voertuig, het chassis, rijdbaar maken. RDW-controle, zodat hij de weg op mag en kan. zodat het ook voor de brandweer en voor de kijkers wat interessanter is. Het ladderpakket wordt later opgepakt, want er zitten nog wat bijzondere onderdelen aan. En in de wintertijd is dat een geschikte tijd om dat soort dingen aan te pakken. Het draaien van het ladderpakket, het stellen in hoogte van het ladderpakket, het uitrekken van de ladder. Dat moet allemaal met de hand gebeuren en dat gaat met een kabelsysteem en met palletjes en wieletjes. Alles met de hand en niks met de motor. We willen graag nog een oproep doen aan oud-brandweerlieden van de Hilversumse brandweer die mogelijk nog met dit mooie voertuig hebben gewerkt. Wij zijn op zoek naar verhalen van vroeger, leuke anekdotes, fotomateriaal, beeldmateriaal, noem maar op. Alles is welkom, want ja, we weten wel wat van de geschiedenis, maar lang niet alles. Woensdag 12 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Ook in Hilversum werden diverse straten gesloten, zodat kinderen lekker buiten konden spelen. De dag werd officieel geopend door wethouder Erik Boog en burgemeester Pieter Broertjes. Ik ga nu de buitenspeeldag officieel openen. Wat is precies het doel van deze actie? Om kinderen te motiveren meer buiten te spelen. Niet alleen achter televisie gaan zitten. En ook juist samen met de buurtkinderen en buitenschoolse opvang en kinderopvang meer samen gaan doen. De burgemeester en wethouder hadden ook een cadeautje voor de kinderen. Het is ontzettend belangrijk dat als je fietst, dat iedereen je heel goed kan zien, ook in het donker. Dat je goede fietsverlichting hebt. En natuurlijk ga ik ervan uit dat je al hele goede fietsverlichting op je fiets hebt. Als het niet zo is, nou dan heb je een mooie lamp. Laag voor de start, af! Wat vindt u ervan? Buitenspeeldag voor uw deur? Ja, vind ik helemaal super. Hebben de kinderen ook eens een keer de ruimte om te spelen. Tot slot deden Broertjes en Boog nog mee met een lekker potje voetbal. In het convenant spreken we af dat met de bedrijven op het Arenapark en het Mediapark maatregelen gaan treffen om de bereikbaarheid te verbeteren. En met name ook gericht om het autogebruik te verminderen. Dus dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Nou, beste mensen, mijn naam is Mark Vervoort. De meeste van jullie kennen mij al. Ik werk bij Bereikbaarheidsmakelaar Verkeeradvies uit Amsterdam. Een stichting die werk geeft van Haarlem tot Hilversum. Ondersteund bij het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit hier in de regio. Wat er wordt afgesproken is dat ieder bedrijf in ieder geval minimaal 2 maatregelen gaat nemen op het gebied van bereikbaarheid. En dat betekent ook dat ze maatregelen nemen die ten gunste komen bijvoorbeeld van het OV en de fiets. Waardoor minder mensen met de auto naar Hilversum hoeven te komen. En daarnaast ondersteunt de gemeente Hilversum daar ook actief mee. Het ultieme doel is een betere bereikbaarheid uiteindelijk van eigenlijk Hilversum en daarmee ook de metropoolregio Amsterdam. Dat is goed voor de economie, dat is goed voor het milieu en ook goed voor werknemers uiteindelijk. Om dit samen te benadrukken wil ik u vragen te gaan staan. Belooft u trouw alle doelstellingen en plichten te vervullen die het bereikbaarheidsconvenant mobiliteitsmanagement aan u stelt, dat u in voorspoed en tegenspoed streeft naar een structurele verbetering van de bereikbaarheid van het Arenapark en Mediapark. Wat is hierop allen uw antwoord? Ja! Ik wil. Hartstikke goed. Kijk, Hilversum. Dat is de naam van de nieuwe fototentoonstelling in Museum Hilversum. Het museum gaat over geschiedenis en kunst. En wij laten eigenlijk beide aspecten zien, kunst en geschiedenis. Omdat we onze fotocollectie, die al meer dan 100 jaar oud is, die laten we zien. Althans grote delen ervan. En we hebben een aantal fotografen gevraagd om, geïnspireerd op die collectie, een beeld te maken van het eigentijds Hilversum. Michelle Hamers, de curator van Kijk Hilversum, is al een lange tijd bezig met het spitten in de archieven van het museum om foto's uit te zoeken voor de tentoonstelling. Het archief is een samenstelling van allerlei verschillende beelden, van allerlei verschillende tijden, van allerlei verschillende onderwerpen. Dan heb je het dus over de inwoners, architect Dudok specifiek. De ontwikkeling die Hilversum heeft doorgemaakt van textielstad naar mediastad. En dan nog de grote tuinen en de villa's en de wilderige natuur die kenmerkend is ook voor het Gooi. Naast de tentoonstelling van de uitgekozen foto's is er een kunstproject. Michelle Hamers heeft foto's uitgekozen en 4 fotografen de opdracht gegeven om daar nieuw leven in te blazen. Zo is er 1 fotograaf aan de slag gegaan met een aantal oude foto's van oud-presentatrice Karin Kraaikamp uit de jaren 60. Een andere fotograaf is aan de slag gegaan met ansichtkaarten die het archief bezit. Zo'n 20% van het archief bestaat uit ansichtkaarten namelijk. Dus hij heeft eigenlijk nieuwe ansichtkaarten gemaakt voor Hilversum. Een derde fotograaf is aan de slag gegaan met de wilderige natuur. En is gaan fotograferen in de botanische tuinen. En de 4e fotograaf, daar staan wij nu ook bij, die is aan de slag gegaan met portretten van Flip de Porter. En leefde eind 19e eeuw in Hilversum. En hij porde de mensen wakker, dus hij was eigenlijk een soort menselijke wekker. En Eva Hofman is op zoek gegaan naar nazaten van deze man. En heeft er daar best wel veel van gevonden. En die heeft zij geportretteerd voor deze opdracht. We roepen eigenlijk de bewoners van Hilversum en omstreken op om thuis op zoek te gaan naar mooie foto's uit hun oude fotoalbums. Misschien zijn er nog portretten van grootouders, misschien wel uit de 19e eeuw zelfs. Hele bijzondere verhalen of andere bijzondere verhalen, het hoeft geen portret te zijn. Mooie albums en die gaan wij tijdelijk in de tentoonstelling neerzetten. Dus dan kunnen eigenlijk privéalbums worden onderdeel van de tentoonstelling. Voor meer informatie over het aanbieden van fotoalbums, ga naar museumhilversum.nl/tentoonstellingen. De tentoonstelling is te bezichtigen van 15 juni tot 21 september. Shh. Stil in 1 minuut. Weinig mensen weten hoe ze een chronisch huilende baby kunnen kalmeren en dat veroorzaakt veel stress. Dr. Harvey uit de Verenigde Staten van Amerika heeft een techniek bedacht die chronische huilbaby's kan kalmeren en komt een workshop geven in het Tergooi-ziekenhuis. Alle baby's huilen en er komt een Amerikaanse kinderarts die heeft een methode ontwikkeld. Dat kan ieder baby stil krijgen. De eerste deel van de presentatie op de middag gaat over een presentatie in Engels van deze meneer. En de tweede deel bestaat uit in kleine werkgroepjes, een workshop, een heel praktisch aanpak met Nederlands sprekende mensen over hoe je dat in de praktijk doet. Hoe je kan leren de huilknop van je baby uit te zetten. De workshop vindt aanstaande maandag plaats van 3 tot 5 uur in het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum. U kunt nog tot maandagochtend inschrijven door een mail te sturen naar gbijlsma@tergooiziekenhuizen.nl en voor meer informatie kunt u naar de website. De Gooise Weggeefhandel, een initiatief van Amanda Goud, is geboren uit het idee dat iedereen wel iets op zolder heeft staan wat hij niet gebruikt. Nou, dan kun je dat ook wel weggeven aan iemand die dat dan juist weer nodig heeft. Een virtuele winkel op Facebook. Daniel en Frits zijn de beheerders van deze weggeefhandel. Dit soort groepen zijn heel populair, dus mensen zoeken vaak naar zo'n groep in hun eigen omgeving. Wij hebben die voor het Gooi-Vechtstreek. Dan vragen ze of ze lid mogen worden van de groep en wij als beheerders accepteren ze dan. Maar het is meestal zo dat mensen door vrienden uitgenodigd worden. Als je op Facebook bent en je zit in onze groep, dan kun je hier een foto plaatsen van wat jij wil weggeven, bijvoorbeeld een fiets. Dan kunnen mensen daarop reageren. En vaak is het zo wie het eerst haalt, wie het eerst maalt. Maar je kan er ook voor kiezen om dat te verloten. En als je nou iets zoekt, hoe gaat dat dan? Dan heb je misschien geen foto, maar je wilt wel iets hebben. Nou, dan plaats je op dezelfde manier zonder foto een berichtje. Ik ben op zoek naar bijvoorbeeld babyspullen. En dan kunnen anderen dat aan jou kenbaar maken of ze dat hebben of niet. En vaak zie je zo, dat vind ik altijd mooi om te zien, dat mensen elkaar daarmee helpen. En daarvoor hebben we ook, staan we het ook toe dat mensen bijvoorbeeld op zoek zijn naar een baan of een woning. Want ja, je ziet dat mensen het elkaar gunnen en ja, elkaar helpen naar te vinden wat ze zoeken. We hebben een huisreglement wat af en toe bijgeschaafd wordt om een regel iets specifieker te maken. Of zodat we recentelijk hebben dan de geen huisdierenregel toegevoegd. Kun je ook een voorbeeld geven van iets wat er dan weggegeven is? Nou, wat laatst gebeurde, wat heel erg leuk is. Omdat we dus heel veel nieuwe leden hebben sommige mensen nog niet helemaal door dat de nadruk echt op weggeven ligt. En toen werd er een koelkast aangeboden. En toen zei iemand van, hoeveel wil je daarvoor hebben? En de aanbieder zei, ja, €20. En het was binnen 5 minuten tijd. En toen keek ik en toen had ik zoiets van, ja, oh, weggeefhandel. En toen zei die aanbieder, oh, nou, dan mag ze hem hebben. En toen had ik zoiets van, hey, dat zijn mooie dingen. Dat heb ik toen ook gezegd, dat zijn mooie dingen. We hebben wel wat aan vrijwilligers, want we willen bijvoorbeeld een persbericht opstellen. Daar hebben we, iemand voor gevraagd, die heeft zich aangeboden. En als wij alles wat we nu online doen op een gegeven moment ook offline zouden willen doen, dan sluit ik niet uit dat we daar hulp bij zouden willen hebben. Zoekt u iets of heeft u iets weg te geven? Ga dan naar de Facebookpagina van de Gooise Weggeefhandel. Aangekomen bij het dierenasiel zag ik dranghekken en hoorde ik de honden al blaffen. De vorige keer was ik op bezoek bij de poezen. Nu was het de beurt aan een ander dier. Galsterkip? Nee, die is van de buurman. Tokje de haan? Die wacht ook op een baasje. Nee, hier. In het hondenhuis trof ik Ice en Maggie. We gaan naar het speelveld. Mijn stoel stond al klaar. Ice is een kruising Fox en Jack Russell. Hij is gecastreerd en komt uit 2007. Ice kan goed overweg met vreemden, kinderen en kan alleen zijn. Enig minpuntje is dat hij niet overweg kan met katten. Ice grijpt ze. En hier is Maggie. Maggie is een Franse bulldog. Zij is gesteriliseerd en komt uit 2009. Maggie is niet sociaal, is onberekenbaar en kan zelfs bijten. Zij moet getraind worden. En voor Maggie zoeken we dus een actieve eigenaar. Wilt u meer informatie? Ga daar ook eens op bezoek bij Dierenasiel Kruilo.